Dag Jan. Dag Peter. We zijn aan de beach. Tuurlijk. Prachtige dag weer vandaag. Inderdaad, speciaal bestaat. Ja, speciaal. Belgisch kust altijd mooi weer. Ja, inderdaad. Dus dat is meegenomen. We gaan hier een beachcocktail maken. Ja. We gaan een beachcocktail maken. Ik maak hem, jij drinkt hem. Voilà. Maar we gaan het hier niet zoeken. We gaan het een beetje verder zoeken. We gaan het ook niet in de hedendaagse tijd doen. Mm-hmm. We gaan eventjes terug in de tijd. Dus een cocktail van 1920 ongeveer. Die oorspronkelijk van Borneo is. Ja. Oude cocktails, zwaar op alcohol, vooral alles nog een beetje bijgeschaafd. Maar dat is een cooler, colonial cooler noemt hij ook. Dus hij is toch fris en gemakkelijk om te drinken. We gaan die shaken. Dus we nemen 45 milliliter. Gaan we een beetje terug naar die cocktails van rond de jaren 1920? Dus die cocktails die zijn in feite ook nooit weg geweest. Ik ben ook een grote liefhebber van cocktails van de jaren 20, 30, omdat die allemaal vrij boozy zijn. Maar deze is dus stevig, maar toch, het gaat nog. Dus is met veel ijs, kunt er wel een paar van drinken. Naast de gin gebruiken we nog 45 milliliter Cinzano 1757. Een premium vermoed, dus die heel rijk op smaak is, waar je echt heel, heel mooie tonen hebt van een beetje zoetgoud, een beetje... Die is nu in de winkel te vinden? Die is niet in de winkel te vinden, die is enkel voor horeca. Enkel voor horeca? Voorzien, ja, dus voor de bars in feite. Dus vroeger waren de drankjes ook van de kwaliteit van alcohol van iets minder kwaliteit als nu. Dus wat deden ze erbij? Ze deden heel veel dashes of van alles erbij, dus dat gaan we nu ook doen. Dus we nemen 5 milliliter Picot. Ja, dat is echt heel weinig. Dit is Picot Amer. Dus dat is echt het Franse bittere drankje. Doen we nog Grand Marnier. 5 milliliter erbij. Voor toch een rijke smaak te geven. Mm-hmm. Ook zo voor een beetje zoetigheid in de cocktail te geven. Want buiten dit doen we er niks van suiker bij. Ja. Dan doen we er nog een gezonde doos Angostura bij. Inderdaad, een gezonde doos is. Normaal doe je zo 1, 2 dashes en. Ja, maar het is wel iets die het een beetje mag doorkomen. Op zijn eigen is dat een fantastisch product. Dus het mag ook prominent aanwezig zijn in het huis. Zoals u ziet hebben we ondertussen ook ons glas gekoeld. Ja. Het is altijd aangenamer om in een fris glas te drinken, uit een fris glas te drinken. Dan zit je in summertime. Beetje summertime. Het zonnetje in het glas. Ja. Maar niet enkel in het glas, jij zit ook wel het zonnetje. Als ik u zie shaken zo, maar ik ben meestal het zonnetje in huis. Ja? En de dochter niet? De dochter die woont jammer genoeg niet meer thuis. Ah, oké. Okay. Of jammer genoeg. Dan gaan we die cocktail afvullen met soda. Gezien het een tropische cocktail is, gaan we dat toch een stukje ananas opleggen. En een beetje verse munt. Altijd handig om een muntplantje op je bar te staan hebben. Ja. Of op je terras of in je tuin. Voilà, alle dagen verse mojitos met munt in huis. Voilà. Voilà. We steken daar ook bewust geen rietje in, okay. Omdat als je drinkt met een rietje, komt de drank halverwege je mond binnen. Ja? En als je zo gewoon aan het glas drinkt, begint de bitter, aan het begin van je tong begin je al de smaken te krijgen. Oké, okay, voilà. Voilà, de Colonial Cooler. Bedankt. Alsjeblieft.